Op zondag 30 juni werd brandweerman William van Gemert verrast door collega's, vrienden en familieleden. Na 37 jaar trouwe dienst was het namelijk de laatste dag als brandweerman. Familieleden gekleed in brandweerkostuums haalden hem op bij zijn woonhuis om hem feestelijk te verrassen. Ook de bewoners van de Bernhardstraat in Mil waren massaal aanwezig om hem te eren. William en zijn vrouw Leontien kregen vervolgens eerst de brandweerpakken aan. Voor de laatste keer stapte William van Gemert als bevelvoerder in de voorste wagen. En met de sirenes aan vertrokken ze naar de feestlocatie voor zijn laatste brandje. Toen de brandweer vertrokken was, hadden de bewoners van de Bernhardstraat op een ludieke wijze nog een kleine eerbetoon gebracht aan hun afscheidnemende brandweerman.